Als je fan bent van fantasy series, dan zit je eigenlijk sinds deze zomer ontzettend goed. Want er zijn maar liefst twee grote blockbuster series die allebei tientallen, honderden miljoenen dollars hebben gekost om te maken. Die heads omgaan min of meer. We hebben het over The Rings of Power, Lord of the Ring, en House of the Dragon, Game of Thrones. We gaan vandaag even kijken, want ja, ik bedoel, heel veel mensen zeggen dat je dat niet moet doen, maar je weet het, we zitten in een competitieve wereld. Wie ja, juist is... als je gaat zeggen dat we iets niet mogen doen, dan gaan we iets doen. Dan gaan we iets doen, ja. Een beetje van wie vinden we nou het vetst? En dat kan ook een gelijkspel worden of 2-1, of maakt allemaal niet uit. De eerste vraag die ik aan jullie wil stellen, ja. Het is toch belachelijk dat ze die series min of meer tegelijkertijd uitbrengen? Ik denk niet dat zij met elkaar rekening gaan houden. Nee? Nee, het Tolkien-universum is, zie ik wel, dusdanig los van Game of Thrones dat je dat ze naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Oké, het is toevallig dat ze dan precies nu rond dezelfde tijd zijn uitgekomen en wekelijks een nieuwe afleveringetje uitkomt. Maar ja, so be it. Nou, ik ben het niet mee eens. Voor mij is maar, het... Moet de een rekening houden met de ander? Nee, dat niet zozeer, maar ik puur voor mij persoonlijk... Ik vind het kut dat deze twee tegelijkertijd met elkaar lopen. Want weet je, meestal wanneer ik een serie kijk... Ik wil eigenlijk maar gewoon één grote heavy serie kijken. Zoals bij mij de afgelopen maanden Better Call Saul is geweest. En dan gewoon wat snacks on the side. Weet je wel, de Marvel tv-showtjes, noem het allemaal maar op. Weet je, lekker belangrijk. Gewoon die kijk je gewoon voor de lol. En deze shit kijk je gewoon omdat het amazing is. Goed opgezet, weet je wel. En dat deze er alle twee tegelijkertijd zijn, dan moet twee hele complexe verhalen, weet je, allebei tegelijk gaan volgen. Iedere week, er zit er weer een week tussen. En ja, dat wel. Ja, ik hou daar niet zo van. Dat is wel het vervelende, hè? Want een paar jaar geleden was dit gewoon in één keer gewoon online gekwakt. Als het ware, alle series achter ook elkaar. Dat. Vandaag de dag is dat eigenlijk bijna passé. Alles is nu elke week logisch, want dan blijven mensen langer lid. Ja, en ik snap dat het volledige commerciële keuze is. Want inderdaad, mensen moeten dan gewoon langer lid blijven om überhaupt een tv-show te kunnen zien. Ik vind het wel weer fijn, omdat ik niet gespoild kan worden. Zeg maar, iedere week is iedereen even ver bij, bij de serie. Zolang je allemaal op launch day gaat kijken. Precies, ja. In feite ligt iedereen een beetje gelijk met elkaar. Ik lig bijvoorbeeld met House of the Dragon lig ik achter en ik krijg net al wat spoilers naar mijn kop gegooid. Ik heb één aflevering heb ik nog niet gezien. En dat is die net voor onze kiezer werd gegooid. Maar ik bedoel, wat daar tof aan is dus ook. Want dit zijn wel, en het feit dat we hier al zitten ook, is daar een goed voorbeeld van. Dit zijn wel series die een discussie uitlokken. Mm-hmm. En ook gewoon leuk is om over te hebben, gewoon door de week door, weet je wel. Ja. En dat is dan ook weer een voordeel, vind ik, van... Iedere week één episode releasen. Nee, ja, er zijn natuurlijk ongetwijfeld puristen die zeggen... Ja, inderdaad, jij zei het een beetje, maar bijvoorbeeld als je echt Tolkien-fan bent... Ja, je kan het niet vergelijken met Game of Thrones. Dat is een totaal andere soort van fantasy, weet ik allemaal wat. Ja. Ja. Maar voor iemand als mij, die niet per se een fantasy-liefhebber is... Mijn vriendin is een enorme fantasy-liefhebber, dus ik kijk het samen met haar. Ik geniet gewoon van de grootsheid, van die beelden en het spektakel... En de kostuums en dat soort dingen... vind ik het wel degelijk vergelijkbaar, maar ik vind het ook best wel verschillend van elkaar. Oh, zeker. Ja. Kijk, daarmee zeggende, je kan iets namelijk ook wel degelijk beter of toffer vinden dan het ander. Ik vond dat Jelle het heel goed omschreef. En hij zit niet aan tafel, maar hoe ik altijd zeg, dat Star Wars is geen science fiction. Star Wars is een fantasy verhaal in een science fiction setting. Ja. En hij zei ook van House of the Dragon is geen fantasy. Het is politiek, weet je wel. Het is een backstabber, kostuumdrama in een fantasy setting. Ja. Ja. En ja, daar kan ik me helemaal in vinden. En Lord of the Rings, The Rings of Power, dat is full on fantasy inderdaad. Ja. Ik wil zeggen, daar waar House of the Dragon meer inderdaad een politiek spel is Rings of Power meer een avontuur. Ja. En altijd al geweest, weet je, Lord of the Rings is altijd al meer dat geweest. En Game of Thrones is altijd meer diplomatiek, praten, veel drama. En er zitten toevallig ook draken en bloed en neuken in. Ja. Oh. Niet verkeerd. Even een stukje voorgeschiedenis. We hebben natuurlijk de Lord of Rings films gehad. We hebben de Hobbit films gemaakt door Jackson. Fantastische films. Groot kastsucces. En daarna werd het een beetje stil. Ook omdat de Tolkien-familie nou niet zo happig is om het verfilmen van dat wat hun... Volgens mij is het grootvader...
heeft gemaakt. Maar als je gewoon een groot genoeg zak geld meeneemt, dan kan alles. Exact. Warner Brothers heeft uiteindelijk een geschil hebben ze gehad. En op een gegeven moment is dat opgelost. En toen zei de Tolkien-familie... Oké, iemand mag het van ons verfilmen. Of verserieën. Maar minimaal 200 miljoen vooraf aftikken. En dat is een strijd geweest tussen verschillende partijen. Mm-hmm. Steve Bezos is natuurlijk de baas van Amazon. Jeff Bezos. Groot... Tolkien liefhebber, grote Lord of the Rings liefhebber. En hij had zoiets van, fuck it, ik heb zoveel geld. Dit moeten wij hebben. Hij heeft 250 miljoen geboden. Hij heeft feitelijk daarmee de rechten gekregen. En uiteindelijk is daar een serie van gemaakt. Dat moet 50 afleveringen worden volgens mij. Vijf seizoenen, 10 afleveringen. En men heeft het op dit moment over 1 miljard dollar om het te maken. En dat gaat ongetwijfeld nog oplopen. Ten opzichte van een Game of Thrones. En Tolkien heeft eigenlijk een van de, hoe noem je dat dan, kleinzoons, die kijkt wel mee. Maar in principe is het aan de schrijvers om ermee te doen wat ze willen. Maar bepaalde dingen binnen Tolkien universum mogen ze ook weer niet gebruiken. Mm-hmm. Bij Game of Thrones is de schrijver, en dan moet je me even helpen, George R. Martin, is nog steeds betrokken erbij. 20 miljoen per aflevering. Maar ook daar worden dingen in het verhaal aangepast. Ja. Zeker. 20 miljoen per aflevering, dat is alweer 5 miljoen meer dan het vorige seizoen. Maar, en laten we eerst even dan kijken naar hoe het eruit ziet. Ik had wel absoluut het idee dat ik bij Lord of the Rings naar bijna een film zat te kijken qua productiekwaliteit. Dit is trouwens House of the Dragon wat te zien. Ja, en House of the Dragon zat ik meer gewoon te kijken naar een hele mooie televisieserie. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Nee, dat mag. Want juist, en ik heb dat in Nerdculture ook gezegd, juist doordat Rings of Power voor mij te veel leunt op CGI, ga je het heel goed zien wanneer het een beetje niet helemaal lekker is. Okay. Weet je, volgens mij zijn het Celebrimbor en Elrond die op een gegeven moment met z'n tweeën soort van voor zich uit staan te kijken en een gesprek staan te hebben. Mm-hmm. En dan is je ziet gewoon van, oké, ja, 2 meter achter hun zal wel een greenscreen staan. Ja. En ze hebben heel doffe soort van oversaturated verlichting. Hele platte plaatjes leeft. En dan krijg je bijna een soort van kijkdoos effectje mee. Ja. Het voelt niet soort van goed gemaakt. Het voelt gemaakt. Het voelt niet goed neergezet. En ik denk ook daardoor dat de House of the Dragon gewoon de tand destijds beter kan doorstaan. Want ik kan heel vaak niet zo goed zien wat nu als CGI is toegevoegd en wat nu de set is. En je ziet gewoon dat ze veel meer op een locatie en sets aan het filmen zijn. Ja, House of the Dragon is inderdaad houdt zich tot nu toe nog een beetje in qua epische grootse battle-achtige dingen. Ja, ja. Het is natuurlijk inderdaad een heel politiek conflict, namelijk de opvolging van wie gaat de opvolger worden. Wordt het inderdaad Daemon? Dat is dus een asshole. Dus ja, die is een beetje buitenspel gezet. Ik ga niet spoilen. Dan heb je de dochter natuurlijk, die het dan zou moeten gaan worden. En dat conflict, dat gaat zich gewoon uitbreiden. Is het een Game of Thrones? Sorry? Is het een Game of Thrones? Het is een nieuwe, hè? Game of the Throne is het nu. Maar inderdaad, veel binnenshuis. Terwijl bijvoorbeeld de eerste 2 afleveringen van Lord of the Rings waren heel... Weet je wel, het is zoveel grootse... Ja, ik hou heel erg van die wijdgezichten. Die dorpjes of die steden. Kijk, daar waar Game of Thrones... dus even niet House of the Dragon, maar Game of Thrones richtte zich echt op al die huizen. Ja. Dus dat waren ook wel echt een soort van 5-6 verhaallijnen. Mm-hmm. Dit gaat natuurlijk meer vooralsnog binnen House Targaryen. Ja, een kleinere schaal. Gewoon, en daardoor is dat... Vind ik het al meteen overzichtelijker dan een Game of Thrones, waar je echt met al die personages en al die verhaallijnen te maken hebt. Lord of the Rings daarentegen Rings of Power heeft volgens mij ook iets van 5 verhaallijnen. Ja. Je volgt die Elf Ranger. Je volgt Nori met dat Gandalf-achtige figuur wat uit de lucht is komen vallen. Galadriel natuurlijk. Galadriel. Je hebt straks gaat het ook zich richten op Isildur. Ja. Noem maar op. Ik hoop niet dat ik ineens mensen aan het spoilen ben die in de serie komen als je het nog niet gezien hebt. Nee, maar de castlijst is bekend, toch? Daarom, ja. Die is ook al lang gepresenteerd. Maar ja, ben je daar een fan van? Als het goed wordt gedaan, wel. Het probleem is alleen wel dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Lord of the Rings, de film...
Dan zag je dat er een soort van twee traveling parties waren. Je zag de reis van Frodo en Sam. En eigenlijk van Aragorn en Duzenen. Mm-hmm. In grote lijnen vooral. Hè. Er waren ook nog wel, je had Merry en Pippin. En die ging ook een beetje een soort van zijspoortje. Maar hier zijn dus een soort van vijf verhaallijnen. Allemaal min of meer net zo belangrijk. En wat je dan gaat krijgen is, als je in een aflevering alles een beetje wil laten zien, dan ga je er zoveel reistijd tussen uitknippen dat je even kijkt dat je zoiets hebt van oké, nou, nu zien we Elrond, die gaat weg, die gaat richting de dwergen. Ondertussen zien we dan even een scènetje weer van Galadriel die aan het zwemmen is of iets, en vervolgens is die er al. Ja. Je hebt nergens het gevoel van dit is een reis, dit is een avontuur. Nee, want gewoon, elke keer als er reistijd is, dan wordt er geknipt naar een andere verhaallijn. En tegen de tijd dat er weer teruggeknipt wordt, dan is die er al. Nou, hij is gewoon naar de 7-Eleven op de hoek gegaan. En nou, hij deed gewoon een kleine piccolo. Hij deed gewoon die teleport eventjes. De eerste twee afleveringen van Rings of Power zijn ook eigenlijk alleen maar introductie van. Ja. En ja. Ik ben een redelijke, ik ben geen leek, maar ik heb die boeken niet gelezen. Het interesseert me ik ook niks. Niet, ik vind de instap van House of the Dragon vind ik wel iets makkelijker. Omdat het inderdaad, die verhaallijn is eigenlijk best wel veel simpel. Je hebt een koning, die moet een opvolger hebben. Er speelt natuurlijk nog veel meer op de achtergrond. Maar de basis is koning, opvolger. Je hebt een dochter die heel jong is. Hij heeft gezegd, jij gaat het worden, maar ze moet trouwen met iemand. Met wie gaat ze trouwen? Je hebt dus inderdaad die Daemon, die eigenlijk als man het recht zou moeten hebben, maar voorlopig dus een beetje koekie-roekie is, als het ware. Ja. Dat is redelijk behapbaar, maar bij ik zit Lord of the Rings echt te kijken gewoon vanuit van, ik vind het mooi om te kijken, maar het verhaal ben ik best wel een beetje kwijt. Ja, ik denk ook wel dat het eventjes is een klein woord, maar ik denk dat het echt wel even gaat duren voordat de boel samenkomt. Je ziet al wel een beetje. Ja, het begint hier en daar wat overlap. Tot en met aflevering 4 heb ik nu gekeken en je ziet toch wel, het begint iets meer naar elkaar toe te groeien. Er zijn al wat knoopjes gelegd daar, maar inderdaad, dat lijkt iets te langzaam te gaan, waardoor die verhaallijn inderdaad, waar je net over had, heel geïsoleerd van elkaar voelen. Ja. En daar ben ik nog niet heel erg ver. Ik wil in ieder geval weten waarom er op een gegeven moment een bepaalde overlap is. Ja. Terwijl je zou zeggen, het zijn series, het is niet meer een film. Dus je hebt meer dan 3 uur, weet je wel, kom op. Ja, nee, neem je tijd, zeker. Alleen, we hadden misschien ook kunnen kiezen voor één af. Eerst we doen gewoon 4 afleveringen, 1 aflevering per verhaallijn. Nou ja, je zou bijna zeggen, focus je elke aflevering op een verhaallijn en kom daar. Op een gegeven moment naarmate het seizoen voordat komen ze echt, begint dat samen te komen of op een bepaalde manier verweven te raken. Maar dus enerzijds heb je van oké, je hebt een serie, dus je hebt de tijd om dit te doen. Anderzijds zijn er dus 5 verhaallijnen tegelijk, waardoor je ook weer niet zo keihard de diepte in kan gaan met alle tijd die je hebt. Je moet het ook nog overzichtelijk houden. En dat is inderdaad waar ik House of the Dragon gewoon echt super, super scherp in vind. Want dat is wel ook altijd het dingetje geweest bij Game of Thrones. In ieder geval, ik merk dat ook bij de seizoenen die ik nu heb gezien. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt echt heel veel verschillende storylines door elkaar. En deze House of the Dragon lijkt iets meer gefocust. En wel best traag. Wel fijn van. Nou, vind ik niet. Allebei de eerste 2 afleveringen. Ik vond Lord of the Rings wel wat sneller wat actie brengen. Maar ik hoor van heel veel mensen inderdaad dat ze House of the Dragon ook traag vinden. Maar ik vind de breakneck speed wat de fucking gebeurt in House of the Dragon. Want ik heb 4 afleveringen gezien, maar we hebben al heel veel fucking time jumps gehad. Omdat er al heel veel dingen zijn gebeurd en dat we daar de gevolgen van moeten zien. Ik denk dat misschien mensen ook natuurlijk denken, maar dat is eigenlijk altijd wel bij Game of Thrones geweest, van die eerste 4, 5. Eigenlijk had je altijd is een opbouw, dan had je ergens in het midden een stuk echt een epische battle, dan weer een stuk opbouw en dan die laatste aflevering ging het helemaal buck wild, als het ware. Ja. Dat zullen ze nu waarschijnlijk wel weer doen. Ja, we zijn wel aan het toebouwen, denk ik, naar een flinke clash. Een flinke clash, inderdaad. Wat natuurlijk ook een voordeel is voor House of Dragon, is dat de cast is volledig nieuw. Het zijn überhaupt nieuwe figuren. Want het is 172 jaar voor de vorige deel. Terwijl bij Lord of the Rings, bij Rings of Power voor een deel is. Maar bijvoorbeeld elfen die leven dus blijkbaar heel erg lang. Ja. Dus daar krijg je dus weer allerlei puristen. Die zoiets zeggen van maar zo kan je niet doen. En die... Ja, kijk.
Ja, hoe ga je dit tactisch zeggen? Ik snap enerzijds wel dat de puristen er zijn en echt vinden van... waarom heeft Elrond nou ineens een soort van kortpittig elfenkapsel? En waarom hebben ineens de meeste elfen dat? Ja. Waar zijn die mooie, slieke, fucking lange haren gebleven die ze allemaal hebben? Ja, wat was de mode 172 jaar geleden in Elfenland? Ja, 172 jaar is House of the Dragon. Dit gaat richting de duizenden. Ja. Tegelijkertijd... Ik vind het dus wel heel vet, maar de kleine hintjes, nou ja, niet eens klein, ze zijn soms zo obvious als maar kan. Bijvoorbeeld een Isildur. Gewoon, hij wordt geïntroduceerd en je denkt, een jongen. Maar wetende wat het teweeg gaat brengen in wat er nog komt. Daarom hou je hem al gelijk scherp in de gaten. Daarom is zo van, ik ben benieuwd wat deze guy gaat doen om nou ineens wel stoer te worden. Dat wou ik zeggen van, ik weet niet of dat de kracht is van de serie of dat het juist dan in de franchise ligt. Want je weet al inderdaad van, deze guy. Ja. Had je hem niet gekend, had hij Jan geheten bij wijze van. Dan was het zo dan had je al gelijk van, moeten we deze guy gaan volgen? Wat een saaie fucking shit, weet je wel. Ja. Dat is die jongen die dat zwaard... Nee. De jongen die van de boot gestuurd werd. Dit item is een spoiler item. Hij wordt van de boot gestuurd. Ja, er zit een beetje spoilers inderdaad. Ja, maar dat is ook bijna... Maar goed, ik denk dat heel veel mensen al wel bij ja, hebben maar gezien. Ja, maar we zetten het wel in de titel. We zetten het in de titel inderdaad. Waar ik het een voordeel aan vind, is dat... en dat heeft ook te maken met dat er zoveel verteld moet worden bij Rings of Power... is bijvoorbeeld het vrouwelijke, de hoofdrolspeelster. Dus die Galadriel. Elf, die inderdaad... even een flinke marathon gezwommen. Ja, die wil haar broer toch gaan vinden. Ik zit echt spoiler, jongen. Nee, maar daarom. Laten we nu maar gewoon spoilers bespreken. Ja, ten opzichte van Rhaenyra vind ik... vind ik veel meer ontwikkeld. In die zin van, ik snap veel beter hoe zij zich voelt en waarom ze dingen doet. Omdat er gewoon veel meer tijd in gestoken kan worden. Want ik heb van allebei heb ik er dan 4 gezien. Maar dit is ook mijn probleem daarmee. Ja. Want The Lord of the Rings bestaat al. Alles bestaat al, want Tolkien heeft het al gedaan. Maar ik bedoel meer van, ik ben niet de guy die de boeken heeft gelezen. Ik heb gewoon de films gekeken. Mm-hmm. Haar uitgangspunt is... Ik ga Sauron omleggen om haar broer te avengen. Ja. Nou, ik weet dat gaat niet lukken. Dat weet ik al. Ja, nee. Ja, dat vind ik een slecht uitgangspunt voor het hoofdkarakter, weet je wel? Ja. Ja, en dat betekent niet dat het niet interessant kan zijn. Ik vind alleen... Nou, het gaat dat in eerste instantie om hem vinden. Hè? Dat snap ik. Maar dat uitgangspunt... Ja, ik weet al, het gaat niet lukken. Ja. Nee. Ik ben wel benieuwd wat onderweg gaat gebeuren. Maar dat gaat in ieder geval niet lukken. Maar dat is natuurlijk het lastige van... Zowel Tolkien als de Game of Thrones serie. Het is allebei geschreven door iemand. En het is net als met Star Wars. De fans die houden daar zo aan vast. Dat je ook. Je kan er niet vanaf als het überhaupt al mag. Want er zijn mensen die zeggen Tolkien had zich in zijn graf omgedraaid als hij dit had gezien. Ja, maar, Elon Musk zei dat, ja. Ja, ja dat heeft denk ik ook nog een andere reden. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar dat vind ik wel het. Complexe dat ik moet zeggen dat ik bij Game of Thrones of bij House of the Dragon er wat beter in zit. Ik snap hun beweegreden. Ik vind die broer, die Daemon vind ik. Ik snap zijn schiet zo. Ik snap die koning. Snap ik waarom hij weer het dilemma heeft. Allemaal. Het is wat compacter inderdaad. En dat heb ik bij. Nou, en geloofwaardig. En dat is belangrijk. Ik bedoel, ze struggelen allemaal met een bepaalde positie die ze natuurlijk hebben binnen dat koninkrijk. Ja. En van allemaal is het begrijpelijk. De hand is begrijpelijk. De koningen kan je begrijpen. Daemon kan je begrijpen. Rhaenyra kan je begrijpen. En zelfs ook nog de vrouw. De nieuwe vrouw van de koning kan je begrijpen. En zo intricate. Ik vind dat echt super, super nice gedaan. Ja. Daar waar ik bij The Rings of Power meer heb van... zij gaat wraak nemen voor de broer. Daar gaat ze. Ja, en ze is... constant over de zeik, over alles. Ze heeft nog geen één keer gelachen, behalve dat ze op een wit paard zat en over het strand reed. Mm-hmm. En het is hey, ik vind haar heel het is een vlak, makkelijk hoor. Gegeven. Er is nog nul diepte gegeven na 4 afleveringen. Ik vind haar, ik weet niet of zij slecht gecast is of slecht geregisseerd is, dat weet ik niet. Maar ik vind die acteerperformance van Galadriel vind ik echt bizar slecht. Echt heel echt eentonig. Heel slecht. Ja.
Ja, ze, ja. Ik ben er geen fan van. En ik weet niet of dat aan het meisje ligt of dat het aan de regisseur ligt. Maar ik vind dat heel raar voor zo'n ontzettend dure productie. En zeker voor een karakter dat we al kennen natuurlijk. Ja, dan gaat ze zwemmen, oké. En dan wordt ze gevonden. En die gast waarbij ze op het vlot belandt, Hellbrand, blijkt uiteindelijk. Ik weet niet welk personage dat is in het universum verder. Maar die overigens wel belangrijk blijkt te zijn later. Dat vind ik dan al meteen veel beter. Want je hebt een gast en het is zo van, oké, hij helpt daar. En is een of andere zwerver. Oké, deze zwerver kan vechten. Nice. Oké, hij blijkt fucking descendant van weet ik veel wie te zijn. Hij blijkt rechtmatig eigenaar van de troon in de Southlands. Maar hij heeft ook een uitstraling. Hij is hij is een beetje maf. Maar je komt, ja. hij is iets, hij heeft iets. En daar kom je achter in, inmiddels dus 2-3 afleveringen, 4 afleveringen tijd. Ja. En waarbij ik al meteen veel sterker het gevoel van, oké, interessant. Oké, wauw, de schaal weer achter deze kaart. Ja. Maar zij heeft een soort van, oké, ik ben Galadriel. Ik ben sterk, ik ben snel, ik snij een ork in, of ik snij een troll in tweeën met 2 sprongen met elastiek aan mijn schouders. Ja. En ik wil wraak nemen op mijn broer. En dat is mijn verhaal. En daar moet je het mee doen. Ja. Nee, jammer. Ja, nee. Ze is weinig empathisch of zo. Het is niet van oh, wat kut dat je broer is overleden. En wat ik ga je volgen, weet je. Ik ga je supporten of zo. Ze is heel erg steriel. Mm-hmm. Ja, nee, maar haar performance is steriel. Ja. Ja, en nogmaals, dat hoeft niet haar schuld te zijn, maar... Zou ze... Ja, goed, ik ken de actrice verder ook niet. Want dat moet ik wel... bij beide series hebben ze actrices genomen... Een paar wel, bijvoorbeeld de Demon. Ik heb The Crown gezien, weet je, hij is Prins Philip. Ja. Over het algemeen redelijk onbeschreven blad. Ik bedoel, ze zullen ongetwijfeld wat gespeeld hebben, daar niet van. Maar wie? Nou, de actrices en acteurs in beide series zijn redelijk, vind ik. Maar dat is natuurlijk, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de nieuwe Star Wars trilogie, weet je. Ze proberen redelijk onbekende mensen te strikken om in de hoop dat ze daar gewoon een soort van de nieuwe iconen mee kunnen neerzetten. Ja, natuurlijk. Nee, maar je gaat het natuurlijk wel krijgen. Mensen gaan het vergelijken met de Jon Snows en dat soort dingen. Ja, allemaal. Maar je gaat anders veel te veel een gezicht, een acteur of actrice liëren aan die rol. Van, oh ja, hij zal wel een beetje zo en zo zijn. Met het gevaar dus dat je ook een actrice ertussen hebt die gewoon net even die rol aan kan, blijkbaar. Ja. Maar ik bedoel, in de Lord of the Rings film zien we toch ook gewoon een Hugo Weaving. Ja, oké, maar die zou je nu niet meer echt... Dat soort gasten kan je er niet nu inzetten. Ja, waarom niet? Zou je hem nu als Elrond... Ja. Ja, nee, niet meer als Elrond. Want dat past gewoon even niet meer. Ja, of je moet heel erg met CGI. Er is genoeg budget. Ze konden het bij Samuel L. Jackson konden ze het ook. Dus. Nee, maar ik bedoel wel van acteurs van dat kaliber. Want als ik toch één serie heb, dan vind ik wel Lord of the Rings heel wisselvallig qua acteerprestaties. Mm-hmm. Terwijl House of the Dragon vind ik allemaal goed in elkaar passen. Ook best wel stabiel qua kwaliteit. Lord of the Rings is het all over the place. Ja, bizar eigenlijk dat... Zij hebben meer budget, dus je zou zeggen, nou, het budget wel heel erg in... Maar het budget zegt niet altijd iets. Het is iets waar je niet... Nee, maar dat blijkt ook wel als we hier een beetje al uitspreken welke we prefereren. Ja. Ja. Dan heb je natuurlijk, daar moeten we het ook even over hebben. Beide, kijk, ik bedoel, Tolkien. Ter zake, Tolkien, dat was natuurlijk gewoon iemand die in een andere tijdperk dit allemaal geschreven heeft. Heel bleke tijd. Hele witte tijd, inderdaad. Waarbij de hobbits en de hoe heet ze ook alweer? De Halfoot? Nee, de Harfoots. De Harfoots en de elves en de humans. Dat waren allemaal blanke Bergen, mensen. Ja. Datzelfde geldt ook bij Game of Thrones, waarbij ze nu ook bijvoorbeeld toch een aantal donkere personen erin hebben gezet. Zij worden er iets minder op aangevallen, maar bij Lord of the Rings zie je echt... Ik weet ook niet of dat... kijk, bij Lord of the Rings hebben ze het echt over... Ja, sorry jongens, dit is tegen de lore in. In de lore staat het zo beschreven. Ja. En... Ja, dat is niet hoe jullie het nu op tv uitbrengen. En als je deze franchise wil maken, waarom ga je dan veranderen? Ja. Dat hebben sommige mensen, weet je wel. Dus ik weet niet hoe dat bij House of the Dragon zit. En nogmaals, voor allebei heb ik geen idee. Maar ja, ik storm er op zich niet heel erg aan. Nee, ik wou net zeggen, ik heb niet per se dat ik het gevoel heb van... Oké, die Harfoots die zijn nu heel erg soort van mixed race, omdat het maar moet. Nee, dat voelt heel natuurlijk. Ik zelfs Jelle bestempelde hem al heel liefkozend als de Dark Elf. Ik weet even zijn naam niet meer. Nee, ik weet zijn naam ook niet. Ik vind dat Henry speelt hier. Ik vind het een van de hardste, misschien wel de hardste personage uit de serie tot nu toe. Dus ja, alleen maar props daarvoor. En daar heb ik ook helemaal geen last van. Kijk.
Is dat dan weer dat die puristen? Want je mag niet eraan zitten, punt. Ja, en ik vind dat hele valide kritiek. Weet je, als jij aan Star Wars bij mij gaat zitten en je gaat daar ook fucking essentiële dingen veranderen, ja, dan ga ik daar ook over klagen. Alleen, ik ben er wel voor van, je mag klagen, het is kritiek op de interpretatie van de lore, niet kritiek op de castkeuze of de acteur, actrice zelf. Ja. Dat is wel een groot verschil, want nu wordt er de hele tijd racisme kaart getrokken, terwijl het gewoon fans zijn die zoiets hebben van, ja, maar dit is niet hoe Lord of the Rings lore is, weet je wel. En ik vind dat wel een essentieel verschil. En ik zie dat te weinig terug in het publieke debat. Nou ja, zeker. Ik vind het ook van, het is met name mensen die niet in de game spelen, volgens mij, die hakken hier behoorlijk op in van, het is de race dit en blablabla. Maar je ziet bijvoorbeeld wel op Metacritic dat, ja, dan krijg je dus weer. Hè, ze hebben een aantal dagen hebben ze dat afgesloten, want Amazon die is eigenaar daarvan. Maar ze staan nu op een 7.3. En ik denk dat een deel daarvan verklaarbaar is inderdaad over wat wij het over hebben. Ja, het is soms net wat minder uitgewerkt, misschien wat nog te wijds nog allemaal en de CGI, ja, blablabla. Zoals bijna alles wat er tegenwoordig in onze maatschappij is, het werkt super polariserend. Weet je wel? De mensen die kritiek hebben over de interpretatie van de lore, die worden als racisten afgeschilderd. Ja. Nou, zij zijn boos, gaan daardoor die fucking shit review bommen, wat ook fucking bullshit is natuurlijk, met één ster. Nou, dan krijg je weer de andere kant van die medaille. Ja. Oh nee, wij moeten dit steunen, want de racisten zijn het aan het haten. Ja, en die gaan het allemaal tienen geven. Het is ook geen tien natuurlijk, weet je wel. Het wordt politiek beladen zonder dat het iets meer zou moeten hebben. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb er verder ook niet last van. Ik vind de Harfoots en Lenny Henry, hij speelt die rol, vind ik bijzonder. Is dat die oudere van de stand? Hij is een komiek. Ik vind hun echt heel vervelend. Ik vind Lord of the Rings heel serieus. En dan die Harfoot, weet je wel, vrolijke, rare, met weet ik veel shit uit hun haar. Maar ook daar. Het is camouflage. Maar ook daar. Ja, tuurlijk, weet ik. Je hebt een serie en een totaal kostenplaatje van pak een beetje een miljard. Ja. Dan ga je de meest plastic ass eikels in iemand zijn haar hangen. Dat ik denk, doe dat dan niet. Want je steek een fucking tak van een boom gewoon in iemands haren en laat het gewoon echt zijn. Ja. In plaats van dat ik soort van de glans van de IKEA eikeltjes aan iemands oren en aan zijn hoofd zie hangen. Dat ik denk van het is alsof ze kerstornament op een hoofd hebben gezet. Iemand was gewoon de eikels vergeten. Ja, maar echt. Dan moeten we naar de IKEA hier op Nieuw-Zeeland. Ja. Goed. Maar dat is een smaak. Maar ik maak me verder niet zoveel druk over dat er nu inderdaad ook donkere elfen bij zit. En wat ik wel jammer vind, overigens. Ze hadden het meest vooruitstrevende ooit, wat notabene lore is in Lord of the Rings, hadden ze gewoon lekker erin moeten laten. En dat zijn gewoon dat die dwergdames gewoon full-on fucking baarden ook hebben. Want nu heeft Disa heeft een soort van plukje, heel doorzichtig plukje. Ja, maar dat snap ik niet. Daarmee hadden ze full 2022 kunnen gaan. Nee, maar dat snap ik niet. Want dat is ook iets waar inderdaad mensen over de lore kritiek op hebben. Nou, dit heb ik zoiets van, waarom zou je dat eruit halen? Ja, waarom proberen we dit te verbloemen? Maar ik bedoel, dit kan ook met een inclusive cast. Want, trust me, The Rings of Power is echt inclusive. Er zijn echt super guidelines voor. Bij Amazon mogen ook maar 30% witte mannen zijn. Krankzinnig dat we een quote hebben, maar ik bedoel van, ik stoor me daar. Waar moeten we het mee doen met Elrond? maar dat is ook racist, maar whatever, ik stoor me er. Ja, prima, allemaal mooi en aardig. Maar dat had toch wel gewoon prima gekund? Ja. Dat was toch niet de strijd dan geweest? Nee, precies. En te dik kan ook niet, want dat is dan weer fatshaming. Dat willen we ook niet. Het is wel moeilijk geworden. En ja, die discussie, omdat ik de lore niet ken, erger ik me er niet aan. Ik kan me wel voorstellen, precies wat jij hebt van, als dat zo ooit geschreven is, dan kan je ervan vinden van, nou, dat is een beetje, ik vind het een beetje raar met de wetenschap. Maar dan kan je zeggen als Amazon van, hey man, wij vinden de Lord of the Rings franchise vinden we gewoon niet inclusive voor 2022 genoeg. Dan ga je een eigen franchise beginnen. Dan ga je toch niet de Lord of the Rings franchise opkopen en het dan veranderen. Je kan de geschiedenis niet veranderen. Dit is een beetje wat het is. Maar goed. Gaan we even een beetje toe naar het einde. Ik heb even gekeken ook. Als we de cijfers mogen geloven, en nogmaals, het is geen hogere wiskunde en niemand weet het 100% zeker. Zegt men, voortraject was House of the Dragon verreweg populairder op social media dan Lord of the Rings. Als je kijkt naar nu, naar een aantal afleveringen,
zeggen de meeste mensen die die cijfertjes bijhouden toch dat House of the Dragons meer kijkers heeft, hogere waardering heeft, maar dat heeft mogelijk ook weer te maken met dat inclusive en woke en dat, ja, maar scenario. Ik denk dat allebei de series maar doen het heel goed, ja. Ja, en daar is niks mis mee. Nogmaals, het is de lore waar mensen problemen hebben. Niet het feit dat de cast inclusive is, maar goed, dat is bij House of the Dragon ook. En dat is ook fijn. Ik had toch verwacht dat de Lord of the Rings groter was als franchise dan Game of Thrones. Maar dat blijkt dus als we nu even... En ik denk ook dat meer mensen HBO hebben dan dat ze Prime Video hebben. Ja, maar dus laten we ook heel eerlijk zijn. House of Dragon is gewoon beter. En dan snap ik dat het meer kijkers heeft. Ja. Al ben ik wel veel benieuwder waar het heen gaat met Rings of Power. Maar Daan bijvoorbeeld, jij had... Want ik vroeg aan jou van, hey, heb jij die beide series gekeken? Toen zei je van, ik heb Lord of the Rings al gekeken. Mm-hmm. House of the Dragon nog niet. Dat betekent dat jouw voorkeur initieel uitging naar Lord of the Rings. Ja, maar dat is omdat ik van oudsher meer heb met Lord of the Rings dan met Game of Thrones. Want ik heb Game of Thrones moet ik in eerste instantie al afzien voordat ik het gevoel heb dat ik House of the Dragon wilde gaan kijken. Yeah. Nou hoor ik ook al iemand zeggen, ja, eigenlijk als je seizoen 1 even kijkt, dan is het al genoeg. Dan weet je al genoeg namen om, mm-hmm. om goede linkjes, leuke linkjes, referenties in House of the Dragon terug te zien die je later in de Game of Thrones. Dat kan ik bevestigen. Ja. Seizoen 1 heb ik ook gewoon gezien. Volgens mij tot 4-5 heb ik gekeken. Maar ik heb zoiets van, ja, oké, ik wil even een van de twee afkijken voordat ik aan de ander begin. Maar ben je dan, als iemand die veel met Lord of the Rings dat hoog heeft zitten, ben je teleurgesteld? Waar zit je ergens? Een beetje qua. Ik ben in die zin teleurgesteld omdat ik het meer de Hobbit vind dan Lord of the Rings. Dat wat ik bij Lord of the Rings zo vet vond, het ruige, het feit dat ze bij fucking Helm's Deep en al die andere battles, dat ze daar staan de ene keer in de regen en dat je dat ziet druppelen en het echt soort van, oké, dit is een fucking panzer. Mm-hmm. En hier, ja, staan ze er met hun 3D geprinte of vers leer uitgesneden pakjes aan, waar nog geen smetje op zit en nooit van iemand zijn leven dat daar een druppeltje modder of wat dan ook op is gekomen. Ja. Verschijnen ze tentonelen. En gaan ze in die kleurrijke serie lekker hun dingetje doen. Is Peter Jackson dan toch de betere regisseur? Want hij heeft heel lang... Maar is hij ook een cinematograaf? Volgens mij wel. Ja? Ja, wat ik moet zeggen. Ik vind de Lord of the Rings films van 20 jaar geleden vind ik echt veel beter uitzien. Ja. Vind ik echt veel beter uitzien. Maar veel echter, veel rauwer, veel minder gelikt. Het is ook een mooie één geheel, zeg maar. Qua color grading klopt het veel meer. Zo, ja. En dit is af en toe is het in één keer heel blauw en de andere keer krijgen we toch weer wat aardse tinten. De hele Lord of the Rings film is best wel warm en heel veel aardse tinten. En veel grijs. Ja. Ja. Grijs en groen. Koos jij dus ook? Ik keek oprecht het meeste uit naar The Rings of Power. Want ten eerste, natuurlijk, het is de Lord of the Rings franchise. Mm-hmm. En ik ben geen fantasy nerd, maar het begint wel langzaam te worden. Maar ik ben geen fantasy nerd, maar die shit vond ik fucking awesome, weet je wel. Dus dat was de reden. Natuurlijk dat het de duurste tv-show aller tijden was. Mm-hmm. Oké, ook wel tevreden over. En ik moet zeggen, Amazon heeft echt een aantal hele vette series al gemaakt. Weet je wel? En daar ben ik ook tevreden over. Dus ik was, daar keek ik het meest naar uit. Ik vind allebei cool. Ik kan ook moeilijk zeggen dat The Rings of Power slecht is. Dat is het niet. Het is alleen niet zo episch als dat ik had gehoopt. En House of the Dragons, die heeft toch een beetje mijn verwachtingen overtroffen. En daar zit ik echt op een puntje van mijn stoel. Kan ik niet wachten wat er staat te gebeuren. En Lord of the Rings, het ziet er prima uit, ziet er mooi uit. En dan ga ik kijken gewoon ook lekker iedere week. Ik verwacht wel dat op een gegeven moment, wanneer verhaallijnen samenkomen en je echt meer zoiets hebt van, oké, weet je, nou gaan we echt naar die Rings of Power toe. Ik moet ook zeggen, shit met Sauron zien. Per episode zit ik er meer in. Aflevering 3 heeft heel veel goed gemaakt, wat 1 en 2 best wel kut deden. Ja, en ook 4 deed een aantal best wel vette dingen. Ja, zeker. Ja, ik vind de Rings of Power vind ik leuker qua spektakel om naar te kijken. Meer verschillende werelden. Maar dus ook omdat je meer een avontuurguy bent dan een drama / kostuumdrama. Ja, kan omdat ik bijvoorbeeld aflevering 3 en zeker 4, zonder echt te spoilen, vond ik traag. Nee, en je mag nu spoilen. Oké. Maar goed, dat is dus het nummertje 4 is dus het deel waarin volgens mij het derde deel van House of the Dragons, waarin
Rhaenyra met Daemon gaat stappen en haar vrouwelijkheid een beetje verliest. Ontwikkeld wordt, verliest. De maagdelijkheid. Dat is het. Hè. Maar dat is dan ook het kleinere van House of Dragon, is dan focust zich ook echt daarop. En dat is heel veel dialoog, heel veel zie je wel een beetje seks, maar weer net niet, weet je wel. Nou, ik was wel teleurgesteld. Waarom mochten we daar geen titel zien? Overal mogen we titel zien, maar behalve van Rhaenyra? Ja, is het te jong? Contractueel heeft afgedwongen. Dat denk ik wel, zoals het werd gefilmd. Precies. Wel, ja. Dus wat traag, weinig actie. Terwijl ik het idee had inderdaad vanaf 3, 4... Bij Lord of the Rings begint het nu wel op stoom te kopen. Weet je wel? Hebben jullie niet het idee dat House of the Dragon meer zich vastklampt aan het trucje, de grote truc die Game of Thrones in de eerste paar seizoenen al deed? Misschien ook omdat hij het ook schrijft. En weer het incestverhaaltje en dingetje, ditje, ditje. Ja, maar de familiedynamiek de hele courtship. Het is mooi om dat allemaal te zien. Al die verschillen, die intriges allemaal onderling. En wat ik hilarisch vond, is dat ze op een gegeven moment inderdaad op die game, dat al die mannen komen langs van om haar hand te vragen. Zo'n jongetje van 15 die al stuurt van: ik zal je altijd verdedigen. En dan komt er een kind van 2 en dat zegt: come on, he's 2, weet je wel, next. En dan een oude kerel. En dat laat ook wel zien van, ik hou van die historie van vroeger. Als je koning was of koningin, je had gewoon niet zoveel te vertellen, weet je. Je ging gewoon trouwen met die. Je deed het om een koninkrijk te beschermen. Precies, en daarnaast had je altijd wel een mistress. Dus weet je, dat heeft zij nu ook. Zij heeft ook die ridder en die komt dan af en toe wel waarschijnlijk haar bed warm houden. Maar die kon Steven ook. Maar jullie zijn nou ook helemaal up-to-date bij The Rings of Power. Ja. Ik vind bijvoorbeeld wel echt voor zo'n grote productie, echt bepaalde dingen zijn echt zo tergend slecht gedaan. En dat is vooral die aflevering die ik gisteren heb gekeken, waarin die orks massaal achter dat jongetje aanrennen de dark elf en dergelijke. En die zitten heel dicht, zitten ze erbij. En vervolgens, die guy flikkert op de grond. Zit denk ik een minuut stil. Ja. En de orks zijn er nog steeds niet. Nee. Weet je wat? Die staan gewoon buiten beeld dan stil te wachten. Oh ja, hij staat weer op. Ja, we gaan weer rennen. En op een gegeven moment rennen ze net buiten dat bos. Ligt hij weer stil. Ligt hij echt 10 meter buiten dat bos. Ligt hij stil op de grond. En nou, de zon komt naar buiten. Dus de orks kunnen niet aanvallen. Ja. En vervolgens staan ze daar weer niks te doen. En echt letterlijk na 5 minuten of zo staat hij heel langzaam op. Ja. En dan lopen ze echt met, ik overdrijf niet, met een zo'n langzame pas lopen ze weg. En dan krijg je de eerste pijl. Die ook echt zo. Een beetje fuck. Haha, jullie kunnen het al niet meer halen. Ja, nee. Ja, kom op, man. Is uiteindelijk toch een beetje de regie. Die dus eigenlijk. Want het is aan de regisseur en de scriptwriters om dat te doen. De budget hebben ze wel, maar ze hebben er gewoon. Ja, om een of andere reden. Chase scenes zijn om een of andere reden kennelijk tegenwoordig heel erg moeilijk om te schieten. Want we hebben het ook bij Obi-Wan Kenobi gezien. Nee, begin niet over die. Nou, ik vond het dat niveau. Ik vond het echt dat niveau. Alsof je op een kinderfeest zag die je nichtje aanrent, weet je wel. Ja. Als je die storyboard zou uitleggen, dan zie je gewoon elke keer als de kind en de elf in beeld zijn, dan moeten de orks wel stilstaan. Ja. Dan moeten ze letterlijk niks doen. Nee. Dat is weird. Krijg dan een fucking pijl in je flikken, man. Ja. Maakt het nou uit. Goed. Het is duidelijk. We kunnen hier ook weer, en dat is het mooie van beide series, uren over praten. Elke keer als er weer nieuwe aflevering is, er weer nieuwe discussies. Gelukkig dat David niet meer op de redactie is, want dan mocht je nooit wat zeggen. Laat even in de comments weten wat jij ervan vindt. Heb je ze allebei gezien? Of ben je er bij één afgehaakt en vind je de andere vele malen beter? Laat het gewoon even weten. Met respect altijd. Ik wou zeggen, wie weet. We komen er ongetwijfeld nog wel een keer op terug. Als bijvoorbeeld eind van het seizoen. Eind van het seizoen. Ja. Nog een keer een recap van, en oké, toen vonden we dit uiteindelijk. Het is moeilijk beoordelen als je halverwege bent. Ja, maar goed, het is toch even. Het is nog steeds, vind ik het bizar dat ze beide min of meer tegelijkertijd beginnen. En ik ben het helemaal met Koos eens. Ik bedoel, ik kijk elke week 1 aflevering. En het is wel even. Oké, wacht even. Reset. Wie was nou wie? Ja, en het is ingewikkeld. En dan kijk je ook nog She-Hulk, Rick and Morty. Ja. Netflix nog wat. Cyberpunk, Edge Runners. Mijn god. Precies. Goed, dat was hem. Rings of Power versus House of the Dragon. Vlamoe.